mag nu eindelijk de kleren gaan passen die ik altijd al had willen passen. Kleding die ik altijd wel eens stiekem aandeed, maar nu gewoon mag gaan dragen. In deze serie duik ik in de kasten van 8 bijzondere vrouwen. Wat zegt hun kleding over ze en welke verhalen vertellen hun garderobes? Ik weet nog even niet zo heel goed wat ik met deze kast aan moet. Aan de ene kant heb ik hier heel erg showy items, die kunnen echt zo een podium op. En aan de andere kant zie ik nog eigenlijk heel veel kledingstukken die veel meer basic zijn. Ik zie veel jeans, veel wit. En dit zou eigenlijk, dit vind ik dan weer meer passen bij een girl next door. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken wat nou de gemene deler in de stijl is. 1 mei 2019 kwam ik erachter dat ik geboren ben als meisje in het lichaam van een jongen. Dat ik dus transgender ben. En uit het niets viel echt van alles op zijn plek. Dat ik dacht, oké, ik weet nu wie ik ben. Ik wil in transitie gaan. Ik wil worden wie ik altijd al geweest ben. En toen heb ik het mijn vriendin verteld. En dat ging allemaal heel soepel. Ja, voor haar viel er ook heel veel op zijn plek. Dat ze dacht, ja, oh, maar nu snap ik het. En oh, daarom ben ik wel eens af en toe kledingstukken kwijt. Vrij snel daarna moest mijn hele kledingkast opgeruimd worden. Want de kleding die er hing, ja, dat was niet wie ik eigenlijk altijd al geweest was. En we hebben eigenlijk alles eruit gehaald en gekeken van, oh, dat zou ik nog in de tussenfase aankunnen. En toen was het tijd om te gaan shoppen. Hangt Nikki hier in de kast? Nou, het gaat wel steeds meer naar mezelf toe, maar het is nog steeds wel een zoektocht. Als ik ga shoppen nu, dan pak ik eigenlijk alles wat ik pakken kan en doe ik alles aan. En dan kijk ik pas, oh ja, hier voel ik me, oh ja, dit staat me en hier voel ik me prettig in. Normaal gesproken heb je eigenlijk vanaf het moment dat je als kind groot genoeg bent om zelf iets uit je kast te kunnen pakken en te kunnen kiezen, tot ergens halverwege je 20er jaren, de tijd en de ruimte om van A tot Z je eigen stijl te kunnen ontwikkelen. En jij moet dat nu eigenlijk in een soort van heel kort tijdsbestek proppen. Ja, en doordat ik nu die kindertijd niet heb gehad, ja, heb ik het gevoel dat ik het in één keer goed moet doen. Dat maakt het wel lastiger of zo. Je moet jezelf bewijzen op een of andere manier. Dat gevoel heb ik. Ik mag nu eindelijk de kleren gaan passen die ik altijd had willen passen. Kleding die ik altijd wel eens stiekem aandeed, maar nu gewoon mag gaan dragen. Waar ik me prettig in voelde, bijna als een soort verliefdheid. Zo kan ik het echt het beste omschrijven. Dat ik echt dacht, oh yes, nu mag het eindelijk. In mijn begin van mijn transitie er heel lang tegen aangelopen. Dat mensen altijd vies naar me keken. En dat heb ik in het begin van mijn transitieperiode continu gehad. Dus dat is gewoon ontzettend naar, dat je niet geaccepteerd wordt gewoon als ieder andere vrouw. Wil je me eens iets bijzonders uit je kast laten zien, iets met een verhaal? Deze heb ik aangehad toen ik op een mooie zomerse dag naar de dierentuin ging. En toen had ik net mijn gezichtsoperatie gehad, waardoor ik nu volledig als vrouw gezien word en geaccepteerd word. Dus de dag dat ik dit jurkje aan had, keek iedereen mij niet meer aan. Je was niet meer anders? Ik was niet meer anders. Ik was mezelf. En niemand zag meer een man in een jurk lopen. Dus dit is jouw bevrijdingsjurk? Dit is mijn bevrijdingsjurk, ja. Als ik naar jouw schoenen kijk, zie ik echt bijna alleen maar hakken staan. Ik ben gek op hakken. Alleen, het is altijd een zoektocht naar leuke hakken waar mijn voet niet gigantisch in wordt. Ik heb grote voeten. Maat 44. En dat is gewoon rot in vrouwenschoenen. Dit is dus mijn allereerste kledingstuk geweest. Dus we gingen de allereerste keer shoppen met mijn vriendin. En zij had eerst deze aan. En zij kwam het hokje uit. En zei ik, nou, dat zit net bij mijn billen niet meer. Hij is net eigenlijk te lang. Hij is net. Toen zei ik, zal ik hem anders aandoen? Want ik vond hem ook wel leuk. En toen had ik hem aan. En toen zat hij bij mij perfect. En draag je me nog steeds? Nee, pas het niet meer. Nee, door de hormonen zijn is mijn lichaam geworden als hoe ik het ook zou willen. Mijn billen passen er niet meer in en mijn bovenbeen, het gaat niet meer. Dat is heerlijk. Nikki, ik heb online voor jou geshopt. Wat ik jou het meest zou gunnen, is dat je de lol in je kleding gaat vinden. Dat je dus niet meer denkt, oh help, straks maak ik een foutje. We beginnen met dit blouseje, met deze heerlijke overdreven pofmouw. Ik wil het nu al zo graag aantrekken. Ik ga het ook allemaal alvast aan je geven. Ja, kom maar op. Wat kleur in je broek. Ja. En het show-element ook een beetje in je dagelijkse kleding terugbrengen. Ja. Oh ja, oh kijk nou, kijk, dit heerlijk bedoel ik nou. Vrouwelijke hakken. Dit bedoel ik nou. En dit is niet
niet groot. Het blijven hele charmante stiletto's zijn. Ja. En vanwege de sentimentele waarde van het tuinpak wat al in je kast hangt, maar die je niet meer kunt dragen, heb ik een 2.0 versie voor je geshopt. Ja. We gaan toch voor een soort overal, maar dan eentje waar je wel in past, maar in je mooie vormen ook goed gaat zien. Ik weet dat veel lange vrouwen ermee worstelen of ze wel of geen hakken aan zouden mogen. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan Nikki. Kleiner ga je toch niet worden. Ga de lucht in en own die prachtige lange benen. Ik voel me echt op en top, Nikki. Echt, ik voel me zo mezelf in deze outfit. Ik ben er echt heel blij mee.